En het is ook de kiezer die dan met een kleine partij kan afrekenen. Dus die hebben we ook gehad. Wat, ze krijgen ook wel wat gedaan. En kijk maar naar Femke Merel van Kooten met die 1000 euro voor de zorg. Ja, dat. En ook haar rol in de toeslagenaffairecommissie. Ja. En ze vraagt behoorlijk wat spreektijd aan. Ook zie ik regelmatig voorbij komen in nieuwsschema's.